Ik kom ten Hegelen. Je hebt mooie plannen voor Almelo. Vertel eens. We gaan dat heel voorzichtig beginnen. We verwachten geen wonderen en een hele toestroom van bruidsparen. Maar we hebben echt het gevoel als dit één keer bekend is. En mensen die hebben dit gezien met een boot in deze staat en vol met bloemen. En dan afgeleverd worden precies voor het stadhuis en ook daar weer opgehaald worden op de rode lopen. Nou, dat kan volgens mij niet anders dan dat moet je willen. Ik ben al heel lang met oude bootjes bezig. En elk bootje wat ik koop, zeg ik van, dat wordt mijn huwelijksbootje. Je begint met een goedkope boot. Je koopt eigenlijk zo'n boot voor heel weinig. Maar alles wat erbij opkomt, dat maakt het wel heel erg kostbaar. En het werk wat eraan gebeuren moet. Het zijn toch doorgaans wel wrakken die je koopt. En deze was meer lek dan dat hij dreef. Het had echt geen drijfvermogen. En voordat ik hem daar zo ver heb als nu, dat is toch wel, dat is wel lekker. Dat voelt goed. Ik heb ook nog nooit een boot zo ver afgerestaureerd eigenlijk. Het is een notarisboot. Het is een boot uit ongeveer 1935. Er is geen historie bekend van deze boot. Er zit ook geen werfplaatje in. Dus we kunnen ook niet zien. Het is allemaal heel jammer. We kunnen ook niet zien wat voor werf hem gebouwd heeft in die tijd. We kunnen ook niet het exacte bouwjaar terugvinden. Hij is wel officieel aangemeld bij de Oude Glorie. En daar is hij ook erkend. Hij heeft ook een nummer. En dat is dan wel van belang. Dus hij is wel erkend als varend monument. Hij is geklonken. Hij is in die tijd werd er alleen maar geklonken. Dus toen konden ze nog niet lassen in 1935. Dat is ook heel duidelijk te zien. Ik denk dat de leek ook echt versteld staat. En die zal zeggen van wat heeft die man slecht geplamuurd. Of wat heeft die man slecht geschilderd. Maar dat is wel een beetje mijn opzet. Dat alle sporen van toen eigenlijk in zicht bleven. Het is geen nieuw schip. Mensen van 80 jaar die hebben ook de nodige rimpels. Ja, goed, hebben de nodige rimpels. Nou, zie je dit als rimpels. Dit zijn geklonken scheepjes. Dus je ziet precies hoe en waar elke klinknagel er in de tijd in is geslagen. En de sporen destijds die zijn zichtbaar. En dat vind ik wel leuk. Anders moet je geen oud schip nemen. Je moet hem niet afrestaureren dat je een glad, strak schip hebt. Dat vind ik niet mooi. Ik was heel naïef. Ik denk, ik maak die boord klaar en ik leg hem in het water en ik vaar mijn bruidspaar. Maar zo werkt het dus niet. En ze zijn dus met mannenwacht zijn ze bezig om daar vergunningen voor te krijgen. En we moeten een speciale lichtplaatsvergunning hebben. Want dit is dan toch wordt aangemerkt als bedrijfsvaartuig. En daar zijn ze druk mee. En we hebben daar al meerdere vergaderingen over gehad en besprekingen. Maar dat gaat vast en zeker de goede kant op. Want wie wil dit nou niet? De gemeente Almelo die heeft een goedkoop promotieproject straks voor de deur. Ja, dat is een ruggerini-motor. Die hebben we ergens onder Zeeland weggehaald. Die is hier bij de werf is die ingebouwd. Hij is nog naar voren gehaald, er zitten hele lange assen onder. Maar het loopt allemaal goed. We hebben de eerste proefvaart hebben we erop zitten en hij gaat als een speer.